Pelle Nijdom van ondernemersvereniging Duindorp Schorrel. Er is leegstand, hè, in het dorp Schorrel, hier in de winkelstraat ook. Kun je uitleggen waar er leegstand is en hoe groot het probleem is? In Schorrel staan inderdaad een aantal panden leeg. En we zien ook dat een deel van die panden dus niet meer voldoet aan de eisen van de retail die tegenwoordig nodig zijn. Een ander deel is weer opgevuld en wacht op realisatie van die plannen. Dus het is een wisselend beeld. We hebben bijvoorbeeld de Vishoek, die is al herbestemd. Daar zijn ze nu bezig een nieuw restaurant in te vestigen. Maar daar hadden ze weer problemen met asbest wat gevonden was en wat verwijderd moet worden. Dus het is, het is een wisselend beeld, maar ja, het is wel uitdagende tijd. En welke andere panden staan er nu nog leeg? Nou, de Intertoys en de Bruna, de pand staat nog leeg. En daar is nu ook een nieuwe huurder voor. Dus dat kan elk moment kan daar begonnen worden met de herinrichting. Nou, het pand van de voormalige koren, hè, aan het begin van het dorp, dat staat leeg. En dat is tijdelijk in gebruik als een sociale functie van de gemeente. Koren is een voormalige winkel aan de entree van het centrum van Schorrel. Ja. Restaurant Rust en de Jager, die krijgt ook een andere eigenaar. Blijft dat een restaurant? Nou, dat is dus onduidelijk. De Rust en de Jager is overgenomen door een projectontwikkelaar. En die heeft een heel aantal panden overgenomen, hè, tussen de Viersprong en de Rust en de Jager. En die wil daar gaan ontwikkelen. En op afwachting van de concretisering van die plannen in samenwerking met de gemeente, zal daar een tijdelijke invulling zijn. Ja, net als dat nu in de Viersprong een tijdelijke invulling is met een restaurant. Die zullen daar zeker wel 4 jaar zitten. Zal dat ook bij de Rust en de Jager gaan gebeuren. Maar of dat een restaurant zal worden of iets van een winkel, dat is niet duidelijk. Over de Rust en de Jager gesproken. Onze collega Jan-Kees Friesman sprak met de eigenaar Remco Roos. Heeft u ook enig idee wie er inkomen? Nou, ik weet wie het gekocht heeft, maar die wil het weer verhuren. Die wil het weer verhuren? Die wil het in eerste instantie verhuren en dan wat anders neerzetten. Wat gaat u zelf doen als ik vragen mag? Dat is een hele goeie. Ja? Ik heb mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald, maar voor de rest, dat ga ik volgend jaar eens even rustig bekijken. Gaat u de cliëntelen missen, denkt u? Absoluut. Ja. Dat ga ik. Dat ga ik zeker. Ja. 100%. Want u gaat natuurlijk met heel veel mensen om. Ja. En als u dan toch als chauffeur gaat werken, wordt dat heel wat anders. Ja, maar kom je ook weer mensen tegen. Ja, dat is aan, maar op een andere manier. Hè? Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Blijft u hier in Schorrel wonen? Ja. Ik woon hier aan de overkant. Ik hoor je niet een enorme lijst van leegstaande gebouwen noemen. Is het probleem wel zo groot op dit moment? Nee, het probleem valt dus reuze mee. Ja. Ja. Dus er is nu leegstand. En dat is vooral te zien door de Intertoys Bruna die leeg staat. En dat is natuurlijk midden in het dorp, is dat een doorn in het oog. Maar wij zijn verheugd te horen dat het weer opgevuld is. En dat daar zo meteen weer een bloeiende zaak zal komen. Ja, veel andere dorpen, kleinere dorpen in Nederland, die hebben het moeilijk, hè? Middenstand gaat weg, dan blijft er weinig over voor gezinnen om leuk te kunnen blijven wonen. Dat is hier nog niet het geval. Komt dat door toerisme ook? Ja, klopt. Dus Schorrel heeft het geluk dat we zo'n prachtig duingebied hier achter ons hebben liggen. En daardoor komen heel veel mensen naar Schorrel. Weekendmensen, maar ook natuurlijk veel vakantiemensen. Aan de ene kant zorgt dat voor druk voor de inwoners. Hè, dat er veel bezoekers zijn. Waar we al niet altijd natuurlijk blij mee zijn. Want er zijn maar beperkte wegen en faciliteiten. Maar aan de andere kant is het wel heel fijn dat daardoor zo'n dorp kan bestaan. Hè. Dus door de combinatie van inwoners en toerisme. Ja. En het is natuurlijk ook zo dat Schorrel geen uitputtend winkelbestand heeft. In de zin van dat je kan dat er schoenenwinkels zijn en telefoonwinkels en al dat soort dingen. Het is wel echt basis van de bakkers en de eerste levensmiddelenbehoeften, zeg maar. Dus dat, ja. De gemeente die is van plan om het centrum een flinke upgrade te geven. Gaan ondernemers daarin mee? Gaan ze dan, zeg maar, in de nieuwe panden zitten? Nou, waar wij ons best voor hebben gedaan de afgelopen jaren, in samenwerking met onze dorpsmanager Joost Botman, is dat wij de ondernemersverenigingen die er waren samengevoegd hebben. Ja. En we hebben samenwerking gezocht met Groet en Kamperduin. He, als Duindorp Schorrel, en dat we samen daar de krachten kunnen bundelen om inderdaad daar ook in mee te gaan. Dus ik heb meegetekend ook met een aantal andere inwoners voor een nieuwe inrichting van het centrum Schorrel.
En dus dat is inderdaad nu volop in gang. En dat zal volgende winter gaan starten. Die herinrichting. En de ondernemers die zullen, of de vastgoedeigenaren, die hopen mee te krijgen om ook wat aan de uitstraling van, van het vastgoed te gaan doen. En dat is wel heel belangrijk. Dus de gemeente, de openbare inrichting, maar ja, privé-eigendom, dat zullen de eigenaren moeten gaan doen. Ja. En we hopen daar de handen op één te krijgen om daar te gaan investeren in, in de uitstraling. Ja. Ja. En wat is dan jullie taak daarin als ondernemersvereniging om dat voor elkaar te krijgen? Praten. Ja. Dus heel veel praten en kijken of we daar mensen enthousiast kunnen krijgen. Ja. En uiteindelijk zal daar natuurlijk wat verdiend moeten kunnen worden, willen mensen daarin investeren. Want dat, zo werkt dat natuurlijk. Ja. Er moet natuurlijk wel ruimte zijn voor conditie. En dat is de uitdaging. Wethouder Ernest Briët. Een aantal panden in Schoorl staan leeg. Die leegstand is van tijdelijke aard, horen we van Pelle Nijdam van de ondernemersvereniging. Maakt het zich zorgen? Ziet u meer leegstand in het verschiet? Want in andere dorpen zien we wel dat ondernemers wegtrekken. Ik heb niet gehoord dat er sprake is van meer dreigende leegstand. Wat wel denk ik belangrijk is dat we heel erg hard aan het werken zijn om hier een heel mooi stedenbouwkundig plan te maken. Waarbij een van de elementen zal zijn om eigenlijk de kern van het dorp iets te comprimeren. Waardoor winkels dichter op elkaar komen te zitten, waardoor het als kern aantrekkelijker wordt. Dus we investeren eigenlijk naar de toekomst toe dat het hier heel erg mooi kan blijven. Op dit moment is er voor mij geen reden tot zorg. Nee. Waarom is die herinrichting nodig nou eigenlijk? Nou ja, als je door het dorp loopt, dan zie je natuurlijk wel plekken dat je denkt van goh, dat ziet er niet helemaal aantrekkelijk uit. En dat moet gewoon mooier. En we willen gewoon ervoor zorgen dat mensen, als ze hier op bezoek komen, maar ook de mensen die hier wonen, dat die het gevoel hebben van hey, dat is gewoon een hoogwaardige plek binnen de gemeente Bergen. Ja. En je ziet gewoon een aantal plekken die toch wel een tikkeltje kunnen verbeteren op het moment dat daar wat meer aandacht, ook voor de openbare ruimte en voor stedenbouwkundig plan, dat daar stappen de goede kant op gezet worden. En er is over nagedacht samen met allerlei partijen? Ja, er is al een heel lang traject loopt er al ruim voordat ik wethouder werd. Hè, want ik ben nog pas 6 weken wethouder. Met heel veel sessies met omwonenden, met ondernemers. Wij gaan dan als overheid aangeven wat de kaders zijn. Hè, bijvoorbeeld hoe hoog mag een gebouw worden, hoeveel ruimte moet er zijn, openbare ruimte moet er zijn, waar komt er een plein. Ja. Uiteindelijk gaat de overheid erover. Het stedenbouwkundig plan geeft aan hoeveel ruimte er is voor ondernemers om te ondernemen en om eventueel aan nieuwbouw te doen. En we hopen eigenlijk begin volgend jaar het stedenbouwkundige plan naar de raad te kunnen brengen en dan vervolgens daar een goed gesprek over te kunnen voeren. Ik heb op dit moment geen indicatie dat die ondernemers grote moeite zouden hebben met de stedenbouwkundige plan wat straks naar de raad zal gaan begin volgend jaar. Maar een van de oplossingen die wij hebben bedacht is dat als een pand leeg komt te staan, dat we daar als ondernemersvereniging proactief op handelen. En daar dat af zullen plakken met iets moois uit de duin, met mooie beelden uit de duin of iets creatiefs. Dus daar zijn we nu aan het kijken, omdat in een volgend, stel voor dat er weer wat leeg komt te staan, dat we dat gelijk kunnen oppakken. En zo meteen komt de kerstverlichting, wordt weer opgehangen. En we hopen dat snel de Bruna Intertoys pand weer opgevuld zal gaan worden. Ja. En dan hopen we dat we daar weer de winter mee doorkomen. Ja.